Gefeliciteerd naar nummer 10. Hoe voelt dat? Heel erg vet. Waarom ben je zo gestegen, denk je? Nou, ik denk dat wij hebben het bedrijf overgenomen van mijn ouders. En er zit heel veel nostalgie in het bedrijf. En wij gaan er vol passie en we houden er gewoon van om mensen het naar hun zin te maken. Heb je nog veel dingen veranderd? Nou, we hebben een daghap erbij gekregen, maar dat is niet zo heel erg. Het is meer dat de gasten een beetje een hapje kunnen eten bij hun drankje. Maar dat is het enige wat we veranderd hebben. En voor de rest doen we heel veel dingen zoals de Murphy's Quiz Night en karaoke en wijnproeverijen en whiskyproeverijen. Maar dat is ook omdat wij dat zelf heel erg leuk vinden. Wat is dan denk je het grootste succes of de grootste succesfactor van je café? Ja, ik denk dat in de horeca het sowieso heel belangrijk is dat je het mensen gewoon naar hun zin wil maken. En dat is het meest belangrijke, denk ik. En dat lukt jullie goed? En dat gaat natuurlijk, waarschijnlijk gaat dat goed. Ja. Voor volgend jaar, wat is je doel? Ja, naar de nummer 1 natuurlijk. En hoe ga je dat doen? Geen flauw idee, maar gewoon jezelf zijn en lekker werken en gewoon hard werken. Nou, ik zeg van het voelt als iets ongeloofwaardigs. Ik zeg net, we zijn eigenlijk zo klein en we willen heel groot zijn, maar ja, het is nu zo geweldig dat het door deze prijs gezien is. En een enorme blijk van waardering voel ik erin. En hoe bent u zo succesvol geworden? Wat is de tip of de succesfactor? Ik denk dat de succesfactor die is het kleine dorpje, blijf bij jezelf. Mensen komen bij ons binnen en voelen warmte en dat is wat we ze willen geven. En een andere succesfactor is onze mensen die in de morgenstond werken, die we alsmaar het juiste gevoel bij proberen te brengen om ook die gast helemaal te verwennen. Die moet welkom zijn. Hoe is het zo gekomen? Je hebt een passie voor horeca, je doet je werk met plezier en dat straalt godzijdank af. En wat is je echte succesfactor? Waardoor ben je zo gestegen? We hebben een mix van en de juiste medewerkers, ikzelf zei de gek natuurlijk, maar ook onze gasten doen daaraan mee. En uiteraard wat ik net ook op het podium zei, we hebben hele goede collega's in Maastricht. We komen vaker bij elkaar, we hebben goede contacten en je leert van elkaar, je houdt elkaar scherp. Wat doe je met je personeel? Geef je ze nog trainingen of iets om ze te... Ofwel doorlopend, gewoon on the job, maar ook gewoon een hele nauwe communicatie. En ook meteen zeggen hoe je het wil hebben. Zijn dat volgens jou ook de hoofdingrediënten van een goed café? Dat is voor iedereen verschillend. Want wat bij mij aanslaat, hoeft bij iemand anders niet aan te slaan. Dus dat kan ik moeilijk zeggen. Wij doen het zonder muziek. Wij doen het op een manier waar mensen zouden van verwachten. Dat zie je in een restaurant, maar niet meteen in een café. Mensen komen ervoor, vinden het heerlijk om op die manier in de watten gelegd te worden. Hoe komt dat? Wat is dat? Wat trekt mensen daarin aan? Je geeft net wat meer service, dat klinkt heel oudbollig, maar in een café is het vaak ook van je krijgt een glas bier en dat is het, maar we hebben daadwerkelijk contact met de gasten. En ik weet het verder niet, je doet je werk met verschrikkelijk veel overtuiging en plezier. En dan sta je. Van harte gefeliciteerd, hoe voelt dat om de grootste stijger te zijn? Nou, dat is natuurlijk fantastisch. Fantastisch, we zijn vorig jaar sinds 14 jaar weer in de top 100 of de beste cafés terechtgekomen. En dat was al fantastisch. En nu de grootste stijger is natuurlijk waanzinnig. Waarom bent u de grootste stijger geworden, denkt u zelf? Ja, het jury rapport spreekt voor zich, hè, denken we dan. Maar ja, het gaat om, denk ik, van dat je met je medewerkers samen, dat je gewoon een warm gevoel geeft. En dat is het eerste wat er is. Een potje bier en een satéetje of... Kan je overal halen, maar het warm gevoel, daar gaat het om. Wat was voor u het grootste compliment uit het juryrapport? Het grootste compliment is van voor mijn medewerkers, zeker. Dus dat ze keurig zijn en dat het vooral ook warm binnenkomen is. Dus dat de tafels schoon zijn, dat gewoon de kleine dingen die iedereen kan doen, die er ook gebeuren.
En dat is alles bij elkaar. Alles schoon, welkom heten. Warm gevoel krijgen als je binnenkomt. Die warmte, is dat voor u ook het kenmerk van een goed café? Ik denk dat het een van de eerste is als ik ergens anders binnenstap. En ik kom zelf ook wel eens ergens anders. Dan is een van de eerste dingen van voel je je welkom. En ja, als iedereen je gedag zegt, dan word je 6 keer gedag gezegd. Lijkt overdreven, maar is het mooiste wat er is. Maar sfeer is natuurlijk iets heel erg subjectiefs. Hoe is het mogelijk om zo'n goede sfeer te creëren? Dat mensen zich thuis voelen? Ik ga niet mijn geheimje verklappen natuurlijk. Nee, maar dat het lijkt overdreven wat ik zeg. Maar het gaat erom van dat je met elkaar bereikt wat de mensen willen hebben. Want daar gaat het om.